Ja, mooi. We zijn live. Goedemorgen. Op deze zondagochtend, waar de tijd weer veranderd is, ben ik hier samen met Maurice de Hond. En wij zijn hier in de Tweede Kamer. En uh, ja, dus dat is ook de plaats waar Maurice eigenlijk ook uh, hoort. En op een gegeven moment zijn uh, meningen te geven over hoe het eigenlijk gaat met de politieke situatie. We hebben vandaag een. Fantastische nieuwe peiling met allemaal veranderingen, dus ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. We zenden uit op de website In de Peiling, uh, bij Maurice.nl, op YouTube, LinkedIn, overal waar jullie uh, zijn. En ook op Salto, dus je kunt nu ook gewoon naar je tv gaan, je kunt naar het Salto-kanaal gaan, salto.nl. Kun je het zien, maar ook gewoon op lekker groot uh, op je pc. En wij gaan elke week, gaan wij uh, uitzenden vanaf uh, Studio Salto, normaal met Pim van Galen. En af en toe als hij niet kan, dan ben ik er. Uh, en wij gaan dan uh, zeg maar de, de, de wekelijkse peiling doornemen. En ook wat het betekent voor de regeringsvorming. En ik zal je vertellen, daar ga je vandaag heel erg van genieten. Maurice, fijn dat je er bent. Ook dat de tijd goed is gegaan. Ja, ik was er een uur te vroeg. Ik was er ook een uur te vroeg. <laughs> ik denk ook van, ik, dacht, ik ben te laat, dus dat was heel mooi. Goed, nou. Um, in de peiling.nl kun je het allemaal gaan zien. En ik wil graag vragen van Maurice, van uh, hey, hoe staat de peiling erbij? Vorige week was er eigenlijk weinig gebeurd, maar wat is er nu aan de hand? Ja, dat was eigenlijk al drie weken lang gebeurde er weinig. Ja. Na de algemene beschouwing ging de PVV vooruit, maar bij de rest zag je eigenlijk niet veel. En uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik de peiling doe, ik doe op vrijdag de peiling en dan komen de cijfers binnen. En het was eigenlijk vanaf het begin duidelijk dat er wel een verandering was. En de belangrijkste verandering die er nu is, is dat NSC duidelijk gestegen is. Oh, ik dacht, hij heeft het verkiezingsprogramma gedaan en hij heeft, hij heeft, hij heeft een aantal interviews. Nu zal het enthousiasme wel afnemen. Nee, maar dat was dus is, niet zo. Nee, wat er blijkbaar gebeurd is, hij heeft, dat merk je ook uit andere onderzoeken, dat hij bij College Tour was, de, was het, nou ja, een debat, maar goed, een gesprek. Ja. En uh, daar bleek hij de winnaar te zijn, uh, vond men. En daarnaast zie je ook dat waarschijnlijk zijn uh, presentatie van, de, van zijn programma best goed viel. Wat, wat je vooral moet bedenken is... hij was al een hele tijd de politicus die het hoogste scoorde. Met dus, en zo. Ja, dus iemand die al uh, hoog scoort... ja, daardoor win je ook mede zo'n debat. Dan kan je alleen grote fouten maken. Ja. Maar wat je merkt als je de journalisten ziet de benaderen... die benaderen dat op een soort klassieke manier... Die zitten vragen te stellen op de oude manier. Ik heb het een beetje vergeleken met voetbaljournalisten die naar een wedstrijd van American Football kijken. Ja. En zeggen van goh, ze staan toch buiten spel. Ja, maar dat ja. geldt niet bij American Football. Ja. Okay. Ja, ja. Maar de kiezers die juist veel vertrouwen blijkbaar in uh, omzicht hebben, ja. die worden dus eigenlijk alleen maar bevestigd. Behalve als hij hele grote domme fouten maakt. Maar die maakt hij niet. Ja, ja. En dat is dus inderdaad zo. Hij heeft dus omdat omdat Pieter gewoon vertrouwd wordt door mensen. Vertrouwen ze ook zijn andere kandidaten. En ze vertrouwen ook het programma. Ja, maar die of, is andere... het ook echt, of is het ook echt de inhoud die, die nee, belangrijk is? Nee, kijk, die andere kandidaten zijn minder belangrijk. Ja. Behalve als bijvoorbeeld nummer 2 uh, uh, door de politie wordt opgepakt. omdat hij een week geleden een grote inbraak heeft gepleegd. Ja, of bij BBB, die nog een paar dagen ja, geleden. Maar dat, dat, maar dat is dat, niks gebeurd, hè? Nee, die, die nummer 13 voor BBB, dat maakt niet zoveel uit. Maar wat je bij omzicht gewoon ziet. is. als iemand die je vertrouwt iets ja. presenteert. dan je vertrouw je mee? wat hij presenteert. Dan ja. ga je niet zeggen, nou dat ene punt vind ik eigenlijk niet. En dat doet hij trouwens nog wel slim. Maar goed, laten we even naar de peiling ja, zelf kijken. Laat ja, eens zien. Dan zie je dat uh, nieuw sociaal contract stond uh, vorige week bij ons 28 en nu op 31 zetels. Dan zie je dat uh, VVD en de Partij van de Arbeid, GroenLinks, die uh, zijn hetzelfde gebleven, dus respectievelijk 26 en 24. Mm -hmm. Dan zie je dat het uh, nieuw sociaal contract dus nu vijf zetels voorstaat. 5 zetels. 5 op uh, de VVD. Ja. Pvv is er één kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk doordat NSC is aangetrokken... en ook natuurlijk omdat bijvoorbeeld Wilders... raar genoeg niet bij College Tour zat. Als partij die bij de vorige verkiezing... Ja, maar bij College Tour waren het alleen maar mensen... die al eerder waren geweest. Dat is logisch. Ja, maar dat... Ik, ik, ik geloof Hans Timmermans was gewoon jaren... of Timmermans Frans... was, jaren, Frans was al jaren geleden geweest... maar die zat erbij en hij mocht er dus niet bij. Okay, ja. ja, maar ook bij het RTL-debat uh, gaat hij ook niet meedoen. Ja. Uh, ik, ik weet niet precies hoe dat dan gelopen is... Maar, maar in ieder geval merk je dat door niet aanwezig te zijn uh, en tegelijkertijd door het omzicht dat goed doet, zie je aan de overgangen mm -hmm. wel dat de PVV iets verzwakt is. Degene die echt duidelijk last heeft van de toename van NRC is BBB. Want die is van nu van 11 naar 9 zetels gezakt. Wow. En, dat is op, en dat is toch best uh, een pittige neergang. Ik bedoel, ze, stonden, ze waren al langzaam bezig aan het dalen. Wat was hun top eigenlijk? Hun top is ruim over de 30 zetels geweest, kort na de Provinciale Staten. Dus dat is wat afgekalfd. En toen NSC kwam, toen klapten ze naar 15, 16. Monarchijzen eerst iets omhoog en toen naar 14. Mm -hmm. Maar dat zie je toch, uh, toch nog uh, geleidelijk verder... Uh, 9, 9. 9, ja. 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 Maar goed, we, uh, de, er is nog een, uh, 25, 24 dagen te gaan. En bij de andere partijen geen enkele verschuiving. Dus uh, D66-7, uh, CDA-5, Forum-5, Partij van de Ouderen 4 sp SP-4, ChristenUnie-4, Volt-4, Denk-3, SGP-2, Jaar-21-2 en BVNL-1. Oké. Okay. En dat is de score dus van deze week van Peil.nl. Jongen, jongen, nou, jongen. En, die titel, en, en die het, blijft het dus gewoon goed doen, krijgt meer vertrouwen. Overleeft elke stap. Presenteren van de kandidaat, presenteren van het programma. Ja, maar dat is omdat hij juist vertrouwen heeft. Het, dat merkte ook in het verleden. Dat ze zeggen van ja, uh, dan heb je daar een partij en, en, ja. daar, de, en dat is dan het programma. Ja. Maar het is ooit een, een experiment geweest met Ed Van Tijn en. Uh, en, en Wiegel. Ja. En toen hebben ze, voor, ze al, elkaars, uh, hebben ze een lezing gehouden over elkaars verhalen. Ja. En het maakte niets uit. De, de, de <laughs> mensen wisten het niet en zeiden, stonden achter de plannen van, van Tijn. Terwijl hij vertelde wat Wiegel's plannen waren. Het gaat alleen maar over de. Nou, populatie. het gaat vooral over de persoon. Ja. Dus het gaat over en, da en daardoor heeft hij een groot voordeel. Nou, wat we ook doen op de site in de peiling, we volgen de andere peilingen ook. En we hebben daar ook grafieken staan van de verschillen tussen nou, die peilingen. Even even naar kijken, dat is wel interessant. Um, en dan, uh, ja, dan de, de, in de eerste is uh, de, de tabel, de grafiek met de vijf grootste partijen. Ja? En dat is belangrijk omdat de data van de verschillende onderzoeken verschillen. Ja. Dus INO... maar, jouw, maar jouw data, die we hier, dat is de data van dat, deze dat is, week, ja, en die ja, andere deze. die lopen allemaal... Die, die, die ja, die nee, dat is... INO was begin van de week. En um, uh, Ipsos Politieke Barometer, die was nog anderhalve week geleden. En die komt aanstaande dinsdag. Okay. Um, en dan zie, je, ja, dan zie je met name het grotere verschil bij NSC, die wij vier zetels hoger. Uh -huh. En wat belangrijk is bij um, uh, Politieke Barometer, die scoort de uh, uh, PvdA GroenLinks... Duidelijk lager ja, dan ja. de andere. Twintig stonden ze vorige week. En bij ons uh, uh, 24 of 25. En aan de andere kant... Uh, dat is PvdA GroenLinks. En de VVD staat bij de politieke barometer hoger. En dat geeft trouwens best iets interessants... voor aanstaande dinsdag. Als een vandaag met de politieke barometer komt. Kun je dan een voorspelling geven... Ja. Waarmee, zij, uh, waarmee zij aan gaan komen, denk je? Nou, ik ben 100% zeker dat zij gaan melden... dat NEC duidelijk gestegen is... Aha. Laten we zeggen dat het ook bij hen drie zetels is. Maar als zij drie zetels omhoog gaan bij NSC. dan ja. wordt het naar 30. Maar omdat de VVD op 28 staat. is het verschil maar twee. En gaan maar zo... denk je dat de VVD ook niet naar beneden gaat? Kun je ook weer niet de nou, in ieder geval, bij mij niet gebeurt. Maar zij hebben voortdurend de VVD duidelijk hoger dan de rest. En de PVDA duidelijk lager dan de rest. Okay. Nou, de kleine partijen uh, zijn ook. Dat is de volgende grafiek. Daar zijn eigenlijk. Uh, ja, de, die, die verschillen zijn hetzelfde gebleven. En het grootste verschil trouwens tussen onze peiling en de andere zit bij Partij van de Dieren. Partij van de Dieren staat bij mij op 4 en bij de andere peilingen op 7. Oh, oké. Okay. Um, Dat is een groot verschil. T, ja. Bij, Dat is bijna 50% eigenlijk, of, Ja, ja het maar goed, het. Zeg maar. het, 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 het in, de, in het verloop leek het erop, in ieder geval bij de wijnpeilingen, dat er echt behoorlijk veel mensen die bij de Provinciale Staten Partij van de Dieren hebben gezegd, nu iets anders zeggen te stemmen. Maar dat meten de anderen nog niet, maar, maar dat zullen we het... in de komende tijd zien. Ja, want Esther die is nu zeg maar hersteld. Hè? Die is nu weer in, in charge en die, is nu, die kan zich nu weer uh, zeg maar presenteren. Wat verwacht je daarvan? Is, kan daar weer een, uh, een terugkomen? Of zijn er nog. Zijn ze gegaan bij de Partij van de Dieren naar partijen die echt heel erg uh, het, het gedrag ah, nou, van de Partij van de, de Dieren zijn? Die helemaal even naar, naar, naar GroenLinks. Uh, een deel ook, een beetje NSC is ook uh, gebeurd. Ja, ik kan dat niet voorspellen. Ik kan, kan ook niet voorspellen wat er nog binnen de Partij van de Dieren gebeurt. Maar ik, uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat ze echt die zeven gaan halen, omdat ze duidelijk toch verzwakt zijn door wat er gebeurd is. Maar we zullen het zien. Okay. Nou, dus wat ik daarnaast gedaan heb, en dat is, vond ik wel eens een keer interessant. Aan de kiezers is gevraagd... waar plaatst u zichzelf op de links-rechtschaal? Um, en dat was een vijfpuntschaal. En waar plaatst u zichzelf op de schaal uh, progressief-conservatief? Yep. Nou lijken die twee wel een beetje parallel te lopen. En wat we gedaan hebben, is een grafiek gemaakt... waarbij we de gemiddelde waarde van de kiezers hebben gepakt. Om even de, de meest linkse uh, partij, volgens de eigen kiezers, is de SP... Die scoort uh, uh, 2,1. Dat is 1 is uiterst links. 5 is uiterst, 6 is uiterst rechts. En 4 is het midden. Mm -hmm. uh, okay. Dus 2 is. Uh, nou, PvdA, GroenLinks, Partij van de Dieren zijn eigenlijk gelijk met de SP. En dan heb je iets meer naar het midden toe, maar nog wel aan de linkerkant. Volt, D66. En iets links van het midden, de ChristenUnie. Oh, yeah. Nou, dat zijn de mensen die links van, de, van het centrum zitten. Oké. Okay. Inderdaad. Als je kijkt naar het aantal zetels in de peiling, zijn dat er maar 49. Je wil zeggen, alle partijen die een beetje aan de linkerkant gepositioneerd worden door de kiezer... die hebben 49 zetels? Ja. Dus dat is een nee, derde van het geheel? Even nauwkeurig, even formuleren. Ja. Het is niet dat gezegd wordt, die partij staat op die positie. Nee, nee de kiezer zelf. Nee, sorry. Dus die door de, die door de kiezers ge, uh, gezegd maar, gekozen zijn als links... die alles bij elkaar, in de perceptie van de kiezer... Heeft links maar 49 zetels, dus maar 1 derde en rechts is 2 derde. Nee, ik moet toch even, even herstellen. Okay. Om het even goed strak te formuleren. Aan de kiezer is gevraagd: waar plaatst u zichzelf? We hebben niet gezegd oh. van waar plaats je de partij. Oh, okay. En vervolgens ben ik gaan kijken. Wat de kiezers van de SP ja? die staan gemiddeld op 2,2. De kiezers van de PVV staan gemiddeld op 5,7. Maar ze hebben niet gezegd, waar plaatst u de PVV op? Okay. Nee, Dat is even belangrijk. Je ja, en dan ja. pak ik de partijen van waar de kiezers zichzelf gemiddeld aan de linkerkant plaatsen. Ja. En dan kom ik maar op 49 zetels. Als ik dan kijk naar de kiezers die zich rechts plaatsen, ja. de partijen, dan staat het op 101 zetels. Want, Twee keer zoveel. Want dan gaan we. NSC staat iets rechts van het midden. Even kijken hoe dat er in de en interessant is ja. daarbij, die staat dus op 4 is dus het gemiddelde, 4,3 is rechts van het midden. Ja. CDA staat ook vrijwel hetzelfde. Dus Goh, de, de dus kiezers. NSC en de uh, CDA, eigenlijk lijkt het erop alsof, uh, alsof. De kiezers NSC ook een nieuwe incorporatie is van het CDA. He? Nee, ook de kiezers van het CDA ja. Ja. plaatsen zich eigenlijk op dezelfde plek als het gemiddeld, als de kiezers van de NSC. Uh -huh. Als je iets meer naar rechts gaat, kom je dan. Dicht bij de 5BBB. En die staat weer vlak bij de VVD en bij BVNL en ook bij Forum voor Democratie. PVV, ja 21 staat het meest rechts. En de SGP staat. Voor... Ja, ik heb ja. trouwens over de SGP toch nog een aardige anekdote. De volgende, er is de stemwijzer is uitgekomen. Mm -hmm. nou, als je bij de stemwijzer alle antwoorden ja zegt, dan ben ik mee eens. Ja. Dan kom je uit op 50 plus. Maar, 13, uh, 13, maar 87% van blijkbaar de antwoorden van 50 plus zijn ja, zeker. Als je op alles nee, nee zegt, dan kom je uit bij de SGP. Oh. <laughs> Vond ik wel. De partij van het ja is, uh, is zeg maar 50 plus. De partij van het nee is SGP. Ja, het, het is meer zo. De, dat, de, de formulering van de, de... Bent u het eens met deze stelling of niet? Ja, daarom. Oké. Dus, uh, grappig, dus ja. hele optimistische, positieve mensen die overal ja zeggen... 50 plus. Komen bij 50 plus terecht. <laughs> dat is wel, maar Trouwens, nog wat, even. Ja. Nog even nog iets anders. Ja. D66 staat dan ook uh, vrij hoog. Terwijl de... Uh, in die, in die stemwijzer. Terwijl de VVD meer in de buurt staat van de SGP. Oké, okay, dus. Maar als je nu kijkt naar de positie op die twee assen, en dan ziet dat de kiezer dus eigenlijk tegenwoordig toch vooral meer aan de rechterkant staat en meer aan de conservatieve kant. Dan kom je natuurlijk op het punt, wat willen ze dan ten aanzien van de regering? Ja, want wat even wat me opvalt, dus inderdaad, enerzijds links-rechts is één derde, twee derde, maar ook eigenlijk dat, dat CDA en NSC en. en, en, uh, NRC en, uh, en en, en, en BBB, dat die ontzettend dicht bij elkaar zitten eigenlijk op de, ja. op de links rechts. Als... En ook eigenlijk op progressief, uh, progressief conservatief. Ja, maar progressief, conserva ja. progressief conservatief lijkt bijna identiek te zijn aan het woord links rechts als je de, als je de, de, de grafiek ziet. Maar um, ja, tussen 4 en 5, rechts van het midden, zitten dus NSC, CDA en BBB. En vlak over de 5, dat betekent, ik plaats mezelf. Rechts van het midden, maar niet uiterst rechts van het midden. Daar kom je de VVD dan tegen en Forum. Maar wat ik fascinerend vind aan deze uh, campagne en ook hoe de media ermee omgaan, uh, dat uh, het ontzettend fascinerend is rondom welke regering gaat er nu komen. En ja. dus hebben we de volgende vraag gesteld. We, ik heb uh, vier regeringscombinaties voorgelegd. Die cijfermatig zouden kunnen. En waarvan je ook denkt. die zou best ook kunnen. Ik bedoel, ik kan ook negen linkse partijen bij elkaar. Met die, uh, dan kom ik nog maar op 49 zetels. Maar als ik alle, alles aan de linkerkant 49. En, en, en NC doet mee. Mm -hmm. dan ben je over de 75 heen. Ja, ja. Maar dat lijkt me niet iets wat ik echt aan mensen kan voorleggen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gezegd. oké, okay, laten we zeggen. Want die, die, de combinatie heeft meer dan 75 zetels. Stel NSC plus VVD plus Partij van de Arbeid GroenLinks. Nou, het percentage mensen die zeggen: ja, die zou ik zeker willen hebben, of liever wel dan niet, mm -hmm. dat is 21%. Laten even kijken met die grafiek. Echt gewoon van, van: dat is echt ongelooflijk laag. Echt ongelooflijk laag. Nou, waarom? En dat kan je zien aan de uitsplitsing. Ja. Ik heb een uitsplitsing gemaakt voor uh, de vijf grotere partijen, wat die kiezers eigenlijk vinden. En als je dan kijkt, de combinatie NSC plus VVD plus PVDA GroenLinks, dan zeggen de PVDA GroenLinks kiezers voor 44% zeker of liever wel dan niet. Dan kijk je wat nog eigenlijk even belangrijk is, naar NSC en VVD kiezers, beide zeggen maar voor 21% dan het antwoord: ja, zeker of liever wel dan niet. Terwijl die kiezers voor, nou als je het bij elkaar even optelt, voor bijna 70% zeggen: liever niet dan wel of zeker niet. Mm -hmm. Nou, dan de volgende combinatie: uh, NSC, VVD, plus BBB en PVV. Ook dat is uh, meer dan 75 zetels. Um, als je bedoelt, PVV plus BBB staan nu op uh, uh, 28. Dus dan een uh, 31 van NSC en uh, 26 van de VVD, en dan ben je er wel. Daar zegt 47% van de Nederlanders dat, dat, dat ze dat kabinet zeker willen, of liever wel dan niet. En als je dan kijkt naar de verschillende partijen, dan zijn de pvda groen kiezers die zeggen nee, absoluut niet. Maar de NSC en de VVD-kiezers zeggen voor meer dan de helft dat ze dat wel willen. Dus bij NSC is het 54% en bij de VVD is het 66%. Die liever een combinatie met de PVV willen, blijkbaar, dan een combinatie met de Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja. En terwijl als je de campagne volgt en als ik de journalisten lees die over die campagne schrijven... dan lijkt het erop alsof ze nog een reëel gevoel hebben... dat Timmermans premier kan worden. Ik zou me niet kunnen voorstellen uh, op basis van wat je onder de oppervlakte ziet. Ik bedoel, ik, er is een kansje, maar die acht ik niet groot... dat PvdA GroenLinks de grootste wordt. Mm -hmm. Kansje. Maar zelfs dan zou de, dan de kans dat minister-president wordt dan zou de NRC en VVD nog moeten met hem gaan willen regeren, terwijl hun eigen aanhang zegt van niet, en ook nog accepteren dat hij premier wordt. Nou, dat lijkt me een nogal uh, uh, onaannemelijke scenario. Aan de andere kant, wat tot nu toe nog steeds ge het gevoel is, ja, de PVV de, die wordt dus wat uitgesloten. Omzicht heeft in het begin ook dat soort woorden geuit, maar de formulering was eigenlijk meer... zoals de PVV tot nu toe is opgetreden. Dus, en dat is een soort escape-mogelijkheid. Maar je ziet momenteel dat ja, een combinatie over rechts... Uh, uh, ook door de kiezers van NSC en VVD veel meer wordt geprefereerd. En dat zagen we net in die grafiek. Mm -hmm. Omdat die mensen zelf meer zichzelf aan de rechterkant plaatsen... Terwijl PvdA GroenLinks nogal aan de links uh, buitenkant komt. En dan zit er nog één interessante in bij die peiling... wat ik ook nog gezien heb en net niet heb vermeld. PvdA GroenLinks is hetzelfde gebleven. Maar wat je onder de oppervlakte wel ziet... is dat de kiezers die GroenLinks hebben gestemd... enthousiaster zijn over de combinatie. Mm -hmm. En de kiezers die PvdA hebben gestemd minder enthousiast. Dus... Ik keek bij de provinciale staten wat ze gestemd hadden. Mm -hmm. En normaal was, nou ja, de, de, toen ze het aankondigden en Timmermans kwam, toen zei, laat ik zeggen, 80% van de GroenLinks stemmers dat ze die partij gingen stemmen. En 75% van de PVDA-kiezers. Mm -hmm. En nu is het 84% van de GroenLinks-kiezers. En nog maar 64% van de PVDA-kiezers. En ook dat zie je. Dus dat dat voor de Partij van de Arbeid GroenLinks links combinatie uh, geen uh, het is al een uitdaging omdat links kleiner is maar als dan ex PvdA kiezers niet zo verschrikkelijk enthousiast zijn over die combinatie dan wordt het toch wel heel moeilijk ja dus eigenlijk we stevenden gewoon af op een rechtskabinet van BVV met Pvv maar dat ik is denk dat de enige de mogelijke combinatie ja, de, 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 kijk weet, we weten natuurlijk kom drie weken niet wat er gaat gebeuren omdat gebeurtenissen nog heel erg uh, invloed kunnen hebben. Dus je kan gebeurtenissen, uh, ja, internationaal. met name als die naar Nederland overslaan. Dat, dat is uh, internationaal, tot, heeft tot nu toe blijkbaar niet het grote effect gehad. Maar je kan voorstellen dat het spanningen in de Nederlandse samenleving geeft. Mm -hmm. En er kunnen andere gebeurtenissen die we nu nog niet weten. die zijn toch. kunnen de verkiezing beïnvloeden. Maar op dit moment lijkt het eerder dat als het een meer een tweestrijd wordt dat het tussen de VVD gaat en de NSC. Ja. Met NSC beduideld meer kansen. Wel is het belangrijk om te weten dat zowel NSC als BBB... nog wel veel kiezers heeft die zeggen... ik geef die partij nog wel een kans. Dus terwijl BBB nu nog maar op negen zetels staat... is het niet zo dat ze volledig hebben afgedaan... bij een groot deel van de Nederlanders. Alleen die mensen zeggen... ja, ik zou ook best BBB willen stemmen... maar ik stem eigenlijk nu liever op NSC... Dus als NSC toch wat gaat afbrokkelen... zal dat vooral ja, communicerende vaten worden met de BBB. En aan de andere kant is de kans wel dat PVV... als die meer, weer bij de campagne in het nieuws komt... en rondom asielzoekers en uh, migratie... Uh, dat onderwerp nog weer belangrijker gaat worden in de komende drie weken... Mm -hmm. dat de PVV ook nog kan aantrekken. Zeker als dat punt net komt... Als NSC en de VVD het openhouden dat ze ook met PVDA GroenLinks gaan, kunnen gaan regeren, dan zou ik, uh, um, Geert Wilders campagne kunnen voeren. Ja, de enige manier waarop je zeker weet dat er een coalitie over rechts komt, is als je PVV stemt. Ja. En, dat, en dat punt was: in het verleden had je nog het gevoel, ja, Wilders heeft toch ook een, een maximum. Hij heeft trouwens 24 zetels gehaald in 2010. Maar ja, er is toch bij nogal wat mensen wat weerstand... ...wegens rabiatenopstelling rondom islam. Ja. Maar het lijkt nu een beetje dat, ja, dat hij toch salonveiger aan het worden is... ...en dat hij zelf ook zorgt dat hij salonveiger wordt. En dan zou het toch kunnen zijn dat aan de ene kant de strijd tussen NSC en VVD... ...als NSC verzwakt gaat of de BBB stijgen of de PVV stijgen. En dus als, hij heeft het eigenlijk gewoon in eigen hand nu. Want de, de kiezers hebben het al geaccepteerd, de PVV. Meer dan in het verleden. Veel meer in het verleden. En dus nu de politici die moeten er opschrijven. En dat hangt er vanaf hoe, hoe wilde zich opstelt tijdens de campagne. Nee, want als je nu ziet dat kiezers van NSC en VVD, nou dat zijn bij elkaar al. En BBB trouwens ook. Als je dat bij elkaar optelt, is dat uh, is dat uh, bijna 64 zetels. Mm -hmm. Nou, als je aan die mensen vraagt, zou je een combinatie willen hebben, NSC, VVD, BBB, PVV, dan zegt die combinatie zit ongeveer op, op, op twee derde daarvan, zegt ja. Nou, als je ziet hoeveel zetels dat al zijn die die rechtse combinatie willen, dat is beduidend meer dan het totaal aan die de linkse combinatie uh, willen. Ja. En ik denk dat dat nu nog steeds niet in de campagne uh, naar buiten komt, deels ook omdat de journalistiek. De, de strijd nog niet zo definieerd. Mm -hmm. De strijd die wordt gedefinieerd is tussen Timmermans, uh, omzicht en, uh, en de, de, de leidster van de VVD. Ja. <coughs> en hiermee, eigenlijk zeg je gewoon van uh, groenlinks PVDA is uit de strijd om, om een regering te volgen. Hier, op, op basis van nou, deze kan... situatie op dit moment hebben ze gewoon geen kans om in de regering te komen. Nou, dat, dat weet ik weer niet, want, want er is. Uh, ik, ik denk dat Wilders dat gaat spelen in zijn campagne. Dat de enige manier waarop je uh, PvdA GroenLinks niet in het kabinet krijgt, is op hem te stemmen. Mm -hmm. Dan zullen uh, NSC en VVD, als dat wat werkt, zullen daar ook nog wat moeten opereren. Ja, dus als, als de VVD wordt geïnterviewd, die zal altijd zeggen: Nou, we, we buigen, we allebei de situaties laten we open. Maar als ze ziet dat ze kiezers gaan verliezen daardoor, dan weet ik niet wat ze precies gaan doen. Maar wat ook nog zou kunnen na de verkiezingen. En ook dat is. Roep ik steeds dat sluit ik niet uit. Dat ook gezien de spanningen, gezien de situatie die er ontstaat en een uitslag, die, een, dan zou het ook kunnen zijn dat ze naar een mogelijkheid gaan zoeken om een kamerbreed kabinet te maken. Dus om eerlijk te zeggen, denk ik dat de grootste kans voor PvdA en GroenLinks om toch in de regering te komen, als het een regering wordt met alle grote partijen erin, of vrijwel alle grote partijen erin, laat ik zeggen, een soort nationaal kabinet omdat de, de wereld daarom vraagt, ja. de, de situatie daarom vraagt. En we natuurlijk niet naar een situatie kunnen gaan waarin zes maanden gaat onderhandeld worden welke combinatie er komt. En dan, wat voor rol zal de PVV dan spelen, denk je, daarin? Nou, kijk, wat ik, zeker als je ook een partij aan de rechterkant en de linkerkant eraan hebt. dan zou je best een kabinet kunnen vormen. waarin men niet gebonden is om elke maatregel die er is te supporten. Dus het kan best zijn dat er voorstellen van het PVV inkomen waar geen meerderheid voor gevonden wordt, of voorstellen van de PVDA, GroenLinks, waar geen meerderheid voor gevonden wordt, zonder dat het kabinet valt. Het grote probleem in ons systeem is eigenlijk steeds en dat, je ziet hoe dat, hoe dat knelt. Dat degenen die samen regering vormen, altijd met elkaar eens moeten zijn. Dus ze moeten in achterkamertjes met elkaar altijd onderhandelen en daarna moeten ze uit, met één mond spreken. Mm -hmm. Maar het zou best kunnen zijn, en dat is voor de huidige situatie beter, dat, dat er een voorstel kan komen van, uh, vanuit de, de, de PVV-vleugel of uit de Kamer, die het kabinet moet overnemen omdat de meerderheid in de Kamer dat wil, ja. waarbij de Partij van de Arbeid, Gro GroenLinks, het moet accepteren omdat er afgesproken is. Maar er kunnen ook voorstellen komen. die door de PvdA-zijde is voorgesteld. waar een meerderheid voor is. die de PVV moet accepteren. Waarbij de kiezers ook weten. maar dat was de afspraak. Want ik denk niet dat er een, een situatie kan gaan ontstaan. waarin ze met een zware geerakkoord gemaakt. Dat nee. lijkt me ook helemaal niet de lijn van omzicht. die naar een ver vernieuwing van de cultuur, politieke cultuur wil komen. Ja. Oké. Okay. Dan nog even de, de grote onderwerpen waar het over gaat, waar de kiezers eigenlijk... Uh, het, dat heb je in vorige onderzoeken heb je dat echt duidelijk in kaart gebracht en, uh, en waarom op de sommige partijen beter scoren dan andere. De SP deed een heleboel op bestaanszekerheid, maar deed slecht op gebied van uh, zeg maar immigratie en asielzoekers. Uh, zie je daar nog belangrijkere onderwerpen en verschuivingen in komen? Van wat nou, de, op dit moment, op het moment zijn het nog steeds dezelfde thema's, maar... Juist met omzicht kan je zien dat eigenlijk het thema er weinig toe doet. Niet zoveel toe doet. Alleen er kan door de actualiteit een thema komen. die, en dat waren de vorige twee weken, was de, de drie weken wat er allemaal in Israël en uh, Gaza gebeurde. Alleen dat sloeg helemaal niet naar Nederlandse uh, electorale situaties over. Waarbij trouwens best het interessante was bij, dat, uh, bij het gesprek of debat of, uh, van college tours. Ging het over, de, begonnen ze daarmee over het conflict tussen Israël en Gaza? Uh, en toen werd ook om zich een mening gevraagd. En die haalde het meteen naar Nederland toe. Ja. Die was de enige die niet over dat conflict ging praten, maar zei. Waar, Hij maakte oh, zich zorgen. Maar wat zorgen over hoe, ja. hoe je daarmee me omgaat. Ja. Ja, ik, zoals ik al zeg, als je eenmaal de wind mee hebt bij, uh, bij de kiezers. Ja, dan moet er echt wel heel iets absurds gebeuren voordat je ineens de wind tegenkijkt. Oké. Okay, nou heb jij wel echt heel veel politie meegemaakt al hele lange tijd? Hè? Dus er is nu echt, om zich is de, de, ja, de grote loverboy eigenlijk van de, de kiezer op dit moment. Lover, loverboy wat trouwens is geen goeie jongen. <laughs> hij wordt enorm geliefd bij de kiezer. Hij ja. Heeft enorm veel vertrouwen. Hoe lang gaat dit duren? Houdt hij dat uit tot uh, tot de verkiezingsuitslag? Wat is jouw voorspelling daarin? Of ja, komt hij, er houdt... op een gegeven moment iets? Waardoor die eh, zeg maar gaat struikelen of waardoor, waardoor de pers zich op een andere manier gaat. Eh, nou ja, opzetten. kijk, als er iets, uit een, iets verschrikkelijks uit een kast gaat komen, dan weet ik dat niet. Maar kijk, zelfs als je als er op bepaalde plekken met modder gegooid gaat worden, ja, dat wordt gewoon gezien van ja, dat, als je gewoon veel vertrouwen in iemand hebt. Behalve zoals ik al zeg, als er iets naar voren komt, of he, weet je wel, dan. Maar Ik bedoel, kan het niet eens precies verzinnen, maar ik kan me voorstellen dat er iets nog voorkomt waarvan je denkt: nee, dat mag toch niet waar zijn. Maar ik heb niet het gevoel dat, uh, dat als er met kleinere dingen komen, dat die kleinere dingen uh, uh, een, een forse impact gaan hebben. Ik, ik bedoel, daarvoor staat hij gewoon te sterk. Mm -hmm. En is, heb je ook een situatie waarbij de meeste kiezers weten: ja, wat dan nog meer? Ik bedoel. Als we de, het, hij wordt toch ook een beetje gezien als lichtelijk de redder des vaderlands. Ik bedoel, ik kijk, als je naar Bontebal kijkt van het CDA... vind ik best een uh, interessant iemand als ik hem hoor spreken. Mm -hmm. in, de zee, in de peilingen staat hij op vijf, zes zetels. En de, de, er gebeurt er niks bij het CDA. Omdat de partij... Ik bedoel, ja. hij, hij kan, het is heel moeilijk voor hem om die partij daar naar boven te trekken. Het kan best zijn dat als hij de oppositieleider wordt in de komende jaren... Dat hij dan ineens de, de wind meekrijgt. Maar, maar op dit moment niet. Ja, maar dan is, kan die oppositieleider zijn. eigenlijk in een, uh, in een, in een groep, bij een groep partijen. waar, waar toch gewoon eigenlijk. Die, die heel dichtbij staat. in termen van programma, in termen van. Uh, ja, maar daarom, als het, als het een kabinet wordt over de hele breedte. Ja. dan zal ook uh, waarschijnlijk CDA erbij zitten. God, een nationaal kabinet. Ik denk dat dat. om eerlijk te zeggen. Ik denk dat dat het enige is wat, 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 uh, wat nog kan gebeuren. De uh, die had het ja, had het al over. Ja, maar de, wat, uh, wat het uh, land nodig heeft. Want ja. stel nou eens voor dat, het, inderdaad, dat, ze, dat ze moeten gaan onderhandelen. En dat het dan weer, dat het weer vijf maanden, zes maanden duurt. En dat ze daarna weer met elkaar aan het vechten zijn. Uh -huh. Ik denk juist uh, als, je, als, als uh, het uh, omzicht, hè, uh, NSC, zo sterk. Naar een nieuwe aanpak wil, dan wordt die nieuwe aanpak ongetwijfeld ook bij de kabinetsvorming en de afspraken die je maakt. Ook NEC heeft al gezegd, en ik denk dat dat ook meer gaat gebeuren. Dat je ook buitenstaanders als ministers neemt en niet een partijtijger die als beloning van zoveel jaar uiteindelijk in het kabinet komt. Er werd ook al gezegd, bijvoorbeeld, iedereen heeft, is heel positief over de vuilbrief van D66. Dan wordt er gezegd, waarom zou die man in een volgend kabinet uh, ook niet deze positie kunnen houden? Dat kan niet als het een dichtgetimmerd regeerakkoord wordt. Nee. Het kan wel als je over de breedte gaat en zegt, op iedere plek wil ik daar de beste persoon hebben. En niet omdat hij nu van die partij komt of van die partij. Ja. Met deze, stel dat deze combinatie er komt, met de PVV tot met de NSA en... Uh... En, en zeg maar die andere twee. Zie je dan dat Pieter de minister-president gaat worden? Dat hij gedwongen gaat worden om die rol te spelen? Of kan hij ook gewoon in de Tweede Kamer gaan zitten? Mijn taxatie is... En dat eigenlijk, ongeacht wat de uitslag is... Dat de premier niet een van de lijsttrekkers wordt van deze verkiezingen. Ja. Uh, ongeacht wat dan de uitslag wordt. Ik denk dat de kans veel groter is. En wat, 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 ik denk dat NSC... De sleutelrol gaat voeren bij deze verkiezingen, bij de uh, kabinetsformatie. Mm -hmm. En vermoedelijk zelfs in combinatie met BBB, omdat NSC nul zetels in de Eerste Kamer heeft en BBB heeft er 16. O oh ja, mm -hmm. dus, dus die zijn aan elkaar veroordeeld. Dus ik, ja, maar ik denk dat zij een vorm van coalitie zullen vormen bij het regeerakkoord. Zeker als, het, als je elkaar de vrijheid geeft dat je op sommige onderwerpen verschillende meningen hebt. Ja. Nou. Als het. Um, en dan heb je dus uh, omzicht daar. Ik denk dat omzicht zelf ook niet graag premier wordt, want dan heeft hij heel veel dingen te doen die niet zijn liefde hebben. Mm -hmm. Dus de kans is groter dat er een ander iemand uh, daar de, de, de premier gaat worden. En mijn taxatie wordt ja. dat het dan een buitenstaander is en vermoedelijk, weet ik niet. Of een, burgeme, een burgemeester die, die, die het erg goed doet. Of een uh, commissaris van de, de koning. Premier, ja. Weet je wat, dat soort functionarissen. Of een voorzitter van een adviesraad. Uh, Kim Putters bijvoorbeeld, om, uh, 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 als naam. Ja. Maar, maar die is PvdA GroenLinks. Maar juist door die breedte. Het gaat namelijk om de kwaliteit en niet wat, uh, wat het geel is. Ja. Dus mijn voorspelling is: dat we weten we over een aantal tijd. dat de premier niet, niet de lijsttrekker van een van die partijen wordt. Wauw. Nou, dat is een, een, stevige, een stevige voorspelling. Op beide, op beide kanten. Dus inderdaad wat de peiling en aan de andere kant wat het betekent. Dus uh, ik denk dat het heel interessant is uh, wat wij. Uh, dat gaan we de komende weken we zien. En dat gaan we elke week zien. Ik denk dat we dan uh, daarmee gaan afsluiten. Ik vind dat een mooie conclusie. Uh, u kunt dit elke week zien bij indepeiling.nl. Uh, en terugkijken ook. En dan kun je ook weer terugkijken, dat is ook weer noodzakelijk, want uh, er ging iets mis met de uitzending. Dus uh, wij zorgen ervoor dat uh, zo snel mogelijk de, de uitzending met goede kwaliteit geluid op in de peiling.nl te vinden is. En je kunt het ook op salto.nl uh, terug gaan kijken. Uh, volgende week zit hier Pim van Galen weer. En de, voor de komende weken tot de verkiezing, tot wanneer is de laatste keer dat uitzenden? 19e. 19e, we zitten hier bij Salto, bij Pakhuizen Zwijger, met een uh, fantastische studio. En volgende week zijn we ook weer goed te ontvangen op alle YouTube-kanalen, LinkedIn-kanalen en Twitter-kanalen. En daar zullen we ook zo snel mogelijk weer op gaan uitzenden. Dankjewel Maurice voor deze zondagochtend. En we zien jullie volgende week weer met Pim Vergalen en Maurice de Hond bij indepeiling.nl. wel. Jongen, jongen, jongen. Want als we volgende week weer zo'n verandering krijgen, dat is. Was er techniek, was er iets problemen? Ja, dat was een, een probleem. En we zijn gestopt. gestopt? Nee, dat ging niet om. Uh, de, ik, ik, ben, ik heb het op een gegeven moment gestopt, maar het geluid was zo slecht dat iedereen liep te klagen. van ik haak af, ik kan niks horen. Ik ben, het heeft helemaal geen zin. Dus het